ondernemen gaat over risico's. Ja, risico's nemen. Ik gooi het er maar even in. Ja. Ook valute risico's. Ja. Ben jij wel eens tegen de lamp gelopen daarmee? Ja, al vaak. Ja. Ik heb een keer een container naar Nederland gehaald. Ja. En toen was ik toevallig in Amerika met de leverancier van die container in New York. En onder het genot van een kopje koffie heb ik haar verteld dat ik de container terug zou gaan sturen. In dit geval was de yen zo ongelooflijk hard gestegen ten opzichte van de euro. Echt eigenlijk van dag naar nacht. Dat het verschil iets van 35% zou zijn. Ja, en die 35% dat was voor het allergrootste gedeelte mijn toekomstige marge. Dus ik wist dat ik op deze container nooit meer iets zou kunnen verdienen. Hoe dek je nou die risico's af? Je kan alles afdekken. Je kunt alles verzekeren. Ja. En het kost allemaal heel erg veel geld. Dus op een gegeven moment moet je je afvragen, kost het niet meer geld? Ben ik niet meer geld kwijt per transactie dan het risico dat ik loop op een transactie? Dus ik doe het eigenlijk niet. Ik kijk gewoon naar andere zaken. Ik bereken het door in mijn verkoopprijzen. Ik heb niet hele langlopende prijslijsten. Dus een prijslijst is maar korte termijn geldig. Het staat er ook altijd boven. Op het moment dat ik iemand een offerte geef, is die altijd temporary. Het is altijd tijdelijk. Ja. Dus op het moment dat je de stempel erop geeft, dan moet je wel redelijk zeker zijn. En tot die tijd dan kan je het altijd nog wel redelijk tijdelijk houden. En ervoor zorgen dat je niet al te veel risico loopt. Er zijn een paar dingen van belang als je zaken doet met andere valuta. Ja. Dat is welke van de twee valuta, als je het over twee hebt, is de dure en welke is de goedkope op het moment. Ja. En dan ga je voor jezelf kijken van in welke valuta wil ik nu gaan handelen. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat je iets verkoopt in Amerika, daar dollars voor krijgt en die dollars gebruikt om te produceren in India of in India of sorry, China en daar iets in te kopen. Ja. Want die dollars die heb je, dus dan hoef je die ook niet meer om te wisselen. Een andere mogelijkheid is dat je bijvoorbeeld gaat kijken van nou, de pond. De pond is nu veel duurder dan de euro. Ja. Dus wil ik dan misschien wil ik wel dat iemand in Engeland mij in ponden gaat betalen. En die ponden die wissel ik dan zelf wel weer om naar euro's op een bepaald moment. Zelf denk ik dan wel wat creatiever. Ik kijk dan naar mijn Japanse partner. Ja. Ik moet daar betalen in yen. Ja. Ik weet dat hij die yen gebruikt om in te kopen in China. Maar ik moet dus mijn euro's, mijn goedkope euro's, moet ik inwisselen tegen die dure yens. Ja. En vervolgens krijgt hij gewoon zijn yen binnen en betaalt wat hij altijd betaalt aan de Chinees. Als je dan dat driehoekje bekijkt, heeft de Chinees het meeste voordeel van deze driehoeksrelatie. Ja. Heb ik al het nadeel en maakt het voor de Japaner niet zo heel erg veel uit. Ja. Dus dan zeg ik tegen de Japanner, laten we nou de boel even omdraaien en zorgen dat ik bouw aan het merk, jij bouwt aan het merk, de Chinees die bouwt of die produceert het product. Ja. Laten we nou niet het voordeel bij hem leggen, maar laten we kijken hoe we het voordeel of bij ons kunnen leggen, of dat we gedeeltelijk bij jullie, dat wij altijd het voordeel hebben. Zodat we dan kijken in welke valuta gaan we handelen en dat de Chinees in principe gewoon zijn centjes krijgt die hij hoort te krijgen, maar in ieder geval niet meer dan dat hij hoort te krijgen.